De werkende klasse heeft rechten en plichten in Suriname. Maar het lijkt er bijna op dat heel veel mensen vergeten wat hun rechten zijn als het aankomt op ontslag. Minister Steven McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken gaf in gesprek met onze nieuwsdienst aan dat het vaak voorkomt dat mensen niet weten dat als ze worden ontslagen en zij het daarmee niet eens zijn, zij kunnen stappen naar arbeidsinspectie. In Suriname hebben we veel mensen die zich niet bewust zijn van de rechten die ze hebben. Dus als werkgevers zeggen van je bent ontslagen, kan je niet meer gebruiken, dan nemen ze dat aan. Ze weten niet dat ze naar arbeidsinspectie kunnen bellen, zodat die dan de zaak kan onderzoeken en dergelijke. Dat is het jammerlijke soms. Daarom denk ik ook dat als arbeid we misschien weer moeten gaan kijken naar het produceren van eenvoudige clips, waarbij mensen hun rechten worden uitgelegd. Nu komen we elke dag met de arbeidstip, maar niet iedereen kijkt daarna. Dus we moeten andere manieren vinden om mensen bewust te maken van de rechten die ze hebben. Maar concreet op uw vraag, ja, het gebeurt nog steeds dat mensen zo worden weggestuurd, omdat ze zich niet van bewust zijn dat ze bepaalde rechten hebben. En dat een werkgever niet van de een op de andere dag kan opstaan en zeggen van jij moet naar huis, kan je niet meer gebruiken, je bent ontslagen. In de arbeidswet zijn er enkele gronden op basis waarvan mensen ontslagen kunnen worden. De minister merkt op dat de doorsnee arbeider zo aangeslagen is na het ontslag dat zij het nut niet inzien om toch naar het ministerie te stappen om na te gaan of hun ontslag gegrond is. Eén is dringende reden, bijvoorbeeld als iemand wordt betrapt op diefstal of sabotage, noem maar op. Dan kan die wegens dringende redenen worden ontslagen. Als er bedrijf-economische redenen zijn, het bedrijf wil sluiten of wil mensen afvloeien, dan zullen ze een ontslagvergunning moeten aanvragen bij de ontslagcommissie. En die zal dan beoordelen als ze die vergunning krijgen of niet. Want in de periode van COVID is dat ook veel vaker gebeurd. Ja, dus daar zijn we ons inderdaad van bewust. Arbeid was toen verantwoordelijk voor de registratie van mensen die als gevolg van COVID werkloos waren geworden. Dus we beseffen toch wel dat het in ruime mate is voorgekomen. De AWJ-minister zegt dat het ook verboden is om zwangere vrouwen te ontslaan op basis van hun zwangerschap.